Je hart gaat er sneller van kloppen. Ik ben vandaag voor 100 dagen, 100 banen accountmanager bij Vivon. Nou, wat zouden ze hier verkopen? ID's. Hi, ik ben Lonneke. Aangenaam, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben vandaag ook accountmanager. Ik ben jou. Oké. De betere versie van Oh, hier staan er al drie? Ja, de nieuwe generatie AED's hebben hier voor ons staan. Jij gaat bij een van onze klanten een AED verkopen. Dat we iemand praten nou natuurlijk. Blijf kalm. Oké, blijf kalm. Ontbloot de borst van het slachtoffer. Alles? Bovenlichaam ontbloot. Ook bij haar. Ook bij haar. Okay. Laten horen. Druk op de rode knipperende knop om schok toe te dienen. Ja? Schok toegediend. Start reanimatie. Druk, 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 druk. Ik heb het. Druk, 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 druk. Druk. Stop compressies. Nou, die reanimatie, dat was in ieder geval hard werken. Pijltje naar boven. Ik wil je even iets op het hart drukken. Op inzicht verkopen wij AED's. Mm-hmm. Dus niet zozeer wat maakt deze AED nou zo goed en daarom moet u hem hebben. Gaat de klant eigenlijk zeggen waarom hij het product zo fantastisch vindt. En als het dan allemaal goed gaat, dan heb je dus een AED verkocht. Oké. Dan moet je niet geschokt zijn als het me niet lukt. Eigenlijk heb je in je voortraject heb je al besproken dat dit de vervanger gaat zijn. Het is goed om eerst even samen te vatten dat we voor elkaar duidelijk hebben van hebben we het hier nou over. Dan kan Klaas daar nog een invulling op geven, mocht die er zijn. Mm-hmm. En dan kun jij vragen, hebben we een deal? Nou, het grote verschil tussen deze twee AED's en die was dat deze een langere hands-on tijd heeft. Hier ben je bezig. Ligt het apparaat even stil, stop je met masseren, gaat hij analyseren van wat je de volgende actie is. En hier kun je continu doorgaan met massage en stopt het apparaat niet. Wat ik daaruit merk is dat je heel erg neigt om met deze die andere te vervangen, klopt dat? Ja, dat klopt. Komt natuurlijk nu de grote vraag, hebben we een deal? Ik denk dat wij met de voorwaarden die we net besproken hebben, dat we daar wel een deal van kunnen maken. Oké, dat is mooi. Dankjewel. Kijk, AED verkocht. AED verkocht. Huppakee. Beginnen als accountmanager moet je natuurlijk heel klantgericht zijn. Ja. Je moet doortastend zijn. Heel goed. En kansen zien. Klopt. En kennis van de markt hebben. Kennis van de markt en natuurlijk hart voor de zaak. Zeker. Ik heb net een AED verkocht als accountmanager bij Vivon. Dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk.